Welkom bij een nieuw video. Eerder zag je de gameplay waar ik toch 11 wins heb gehad. Echt de gameplay, maar echt de highlights, zeg maar, van de doelpunt alleen maar. Nu hebben we de rewards, we hebben bij 11 gestopt. Ik dacht, geen zin in. Ik krijg 2 keer 34 plus playpick, 3 red playpicks, 50k, een ultimate pakket en een team week pakket en 30k coins. Zeker. Nou, laten we zien wie we krijgen. Ik hoop op hier Saliba, maar daar ga ik niet voor uit. Laten we maar direct maar kijken. Trent is op zich prima. 87. Niet heel slecht. En Dybala. Helemaal niet slecht. Nou, hij is 60k, 40k, maar prima. We willen hem weggeven. Dus even. Dus Dybala. 40k, 30k. Prima. Hoog gerated. Altijd goed. De Messi is het beste hier. Maar die krijg ik waarschijnlijk toch niet. In principe maakt niet heel veel uit. Centerbacks heb ik toch niet naar gaan. Oké, Roberts. Daar. Up. Oeh. Samba Anguissa. Over Rice. Maar waarom zijn ze... Dit snap ik niet, hè. Hij is allebei 87. Sambo heeft beter... In alles. En allebei 87. Trista. Sambo Anguissa. Is voor mij het geval. Of zeg niet slechte rewards. Of Cellini of Breathwaite. Maar niet heel veel uit. Allebei niet. Allebei Serie A is wat te mooi. Goed, dat is het. De Red Playpicks. En de normale kaartjes, dan gaan we nu naar de rewards van de packs. Hebben we paar klaarstaan. We hebben hier van die winst, 1 tegen 1, een 25k pakket. We hebben een 55k pakket vanwege de seizoensvoortgang. Dus we hebben nog aardig pakketjes. Ik ben benieuwd als we een promo kaart kan krijgen, maar... Dat hebben we nog. Een 50k tradable. Is een border, maar dat zal al zijn. Ja, Firmino. Die heeft vandaag de 7-0 gewonnen. Gescoord tegen United. Geldt zelfs Nunes. Dit allemaal even omhoog toe. Want waarschijnlijk wordt die morgen wat waard. Dit is zondag opgenomen. Maandag was waarschijnlijk... Voor waarschijnlijk een upgrade dag, dus dat Belgisch keeper, ja, daar zelfs. Mooi. Niet wat je hoopt. Je hoopt op een 86 of zo, maar een 25k pakket. Niks. Nou, die Philips heb ik sowieso, de Rodriguez ook. Die, maar discarden. Zelfs een mega pakket. Het is een border, maar... Twee zelfs. Daarom... Voor mij is het niet meer echt leuk meer om te spelen, maar... Ah, die is tradable. Die weg. Daarom is het, eigenlijk ben ik echt te twijfelen om te stoppen met FIFA. Het is een haag niet meer waard. Helemaal niet met het team dat ik heb. 81 plus is een walkout. Dat is prima. Frenkie de Jong. Helemaal prima.
85 en in vorm 84, 83 als dat op zich niet slecht voor een 11, 81 plus. En de laatste alweer, de Ultimate Pocket Tradable. Frans Border, of is het een walkout? Is een walkout, twee walkouts. Hakimi is hier nog waard, 7,5k. Die ga ik lekker verkopen. En Walker. Die ook wat verkopen. Dit allemaal omhoog. Op zich niet slecht, Rivas. Geen promo gepakt, maar goed. Je kan niet altijd 6 gooien. Maar voor de rest is dat niet heel veel bijzonders. Dan zeg ik hier, vergeet niet te abonneren. Dan zeg ik altijd blijven lachen. Ciao, ciao.